Mijn naam is Mystix en ik hou van mysterie. Graag neem ik je mee op een reis die je niet snel zult vergeten. Dus ga er goed voor zitten en bereid je voor op een onvergetelijke kennismaking met een betoverende wereld van sprookjes. Met veel plezier stel ik jullie mijn gekozen boek voor. Roodkapje. Deze versie lijkt misschien op het eerste zicht op het origineel, maar je zal zien, het verhaal werd geschreven met een twist en heel wat humor. Klaar? Hier gaan we dan. Heel lang geleden, zeker meer dan 3 weken en hier heel erg ver vandaan, stond er eens een klein huisje aan de rand van een groot sprookjesbos. In dat huisje woonde een jong meisje dat iedereen Roodkapje noemde, omdat ze altijd een rode mantel en een rode kap droeg. Dat waren haar lievelingskleren. Pas dus op dat je niet te vaak hetzelfde draagt, want voor je het weet noemt iedereen je koolkraagje of bolkenslipje. Roodkapje woonde daar natuurlijk niet alleen. Nee, ze woonde er samen met een knappe staljongen. Dat is een foutje. In het verhaal van Roodkapje komt helemaal geen staljongen voor. Dom. Nee, Roodkapje woonde er samen met haar mama en papa. Dat waren echt ongelooflijk lieve en toffe ouders. Echt waar? Ze hadden wel één klein minpuntje. Nu, wat dat minpuntje juist is, daarvoor zou je het boek moeten lezen.